Hallo, ik ben Silke van Avermaat, ik ben Yellow Tiger en ik studeer lager onderwijs in Leuven aan het UCLL. Ik ben Manon Stragier, ik speel bij de Yellow Tigers en ik studeer marketingcommunicatie op afstand bij Vitus. Dat was eigenlijk altijd zo, maar mijn passie om met kinderen bezig te zijn, dus dat was wel een logische keuze voor mij. Ik ben eerst begonnen met immobiliën, maar dat was niet meer te combineren met de volleybal en met naar de lessen gaan en trainingen enzovoort. En daarom heb ik een afstandrichting gezocht en marketingcommunicatie sprak mij wel aan. Vooral bij mij met mijn stages, omdat ik wel heel veel stage heb in mijn studie. Dus dat is wel niet altijd makkelijk, omdat je wel veel flexibiliteit hebt rond de vakken. Maar lang stage is dat een beetje moeilijk, omdat je competenties wel moet behalen. Om tijdens je rust je nog aan het studeren te zetten. Ik denk Groeilabo. Dat is hoe je naar stage toe werkt. Mijn favoriete vak. Alleszins geen talen. Misschien wel iets creatief of zo, omdat dat minder met het hoofd en het verstand is en iets losser. Ja, nu heb ik stage na de Volley Nations League. Dus ik begin eigenlijk, wij komen de 21ste normaal terug. En ik begin de 24ste met mijn eerste examen tot de 26ste en dan heb ik gedaan. Dus ik studeer nu een beetje tussendoor. Ik heb nu examens al gehad. Met de afstand heb je bepaalde modules en periodes wanneer dat je examens kunt afleggen door heel het jaar. En aangezien dat de vaste examenperiodes van het gewone school de drukste maanden zijn in de volleybal, heb ik dus al gekozen om die voor de Volley Nations League bijvoorbeeld af te leggen. Bij het studeren even beu? Dan heb je de perfecte pauze. Kom ons aanmoedigen van 4 tot 6 juni in de Lange Munten in Kortrijk.